rond het veld, onder andere gemeenteambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer. Je hebt vandaag 2 sessies mogen doen, onder andere over het strategisch vermogen van de gemeente Haarlemmermeer. Ja. Wat heb je verteld? Wat is de kernboodschap? Wat hebben jullie... Ik heb iets verteld over het 2-jarig programma dat we hebben ingericht. En daarin is heel erg belangrijk dat strategisch vermogen zowel over bestuur als over ambtenaren gaat. En dat je daarvoor ook andere verhoudingen nodig hebt tussen bestuur en ambtenaren. En dat ze heel erg goed moeten nadenken over wat voor hindernissen ze allemaal zelf hebben opgeworpen voor hun fantasie. Verkenningen gemaakt, scenario's gemaakt, opleidingsateliers, conferenties om te spiegelen. Dat zijn de voornaamste onderdelen van het strategisch programma. Maar ik heb eigenlijk meer verteld over de attitude waarmee we dat aan het doen zijn. Wat verandert er? 1 januari ben je weg. Wat verandert er? Ah, er waren hele goede vragen in het gezelschap van hoe borg je nou het resultaat van je inspanningen? We geloven wel dat jij strategisch bent, maar hoe zorg je nou dat als je weg bent dat doorgaat? Wat heb jij erin gedaan? Hoe borg jij dat? Nou, toen nam het hoofd HR van Haarlemmermeer het woord en die zei ja, wat in ieder geval is veroorzaakt, is dat we allemaal hartstikke trots zijn dat we aan dit programma mochten meedoen en dat we bereikt hebben wat we bereikt hebben. Maar dat gaat nog niet over borgen. Wat heb je gedaan om het te borgen? Nou, je borgt het dus in de mensen. Doordat mensen trots zijn dat ze aan jouw programma mee mochten doen. Ja, en dat ze hierna doorgaan met te doen wat ze in het programma gedaan hebben. Omdat ze geleerd hebben dat voor hun werk noodzakelijk is om op strategisch niveau bezig te zijn.